blij dat we de aanspraak mogen. Ja, van mijn gebruik. Goedemorgen. Goedemorgen. De vaste klanten dan maar. Zo is het toch? Weet je wat die meneer heeft? Nee. De broer. Die vrouw die heet Ellie. Ze hebben een cafetaria. En dat is die broer. Ellie Frikandelli. Dat is nou steeds zo. Ja. Nou, zo zeg ik, neem de statie. Zo, hier zien we een deelnemer die vorig jaar ook hebben gefilmd, team Ellie Frikandelli. Dat klopt. Ja. Is het moeilijk om weer een team samen te stellen? Oh, ik zie dat u een speakbriefje erbij haalt. Ja. Ik heb al huiswerk gedaan. Ja? Wie zijn bij u de favorieten? Ja. Uiteraard Jonas, hè. Ja. En hoe staat het met de Nederlanders? Speelt die nog een rol mee of niet, de Nederlanders? Denk je? Ja, nou ja, sowieso Mathieu en Dylan Groenewegen. Ja. Fabio Jacobsen, die twee sprinters sowieso. Ja, dus die komen er ook op te staan. En. Is het eigenlijk zo? Ik twijfel nog tussen Kelderman en Sepp Kuss, daar twijfel ik nog tussen. Ja. Is het zo, als je hieraan meedoet, dat je de Tour de France anders beleeft? Ja, absoluut. In welke opzicht? Ja, het is spannender. Ja? Ja. Ook om zelf wat punten te behalen. Die jij in de ploeg hebt, die moet een beetje vooraan precies. Ja? U beaamt het ook? Ja. Nou, je moet uitkijken dat als er een Nederlander en een Fransman voorop zitten. Ja. En jij hebt die Fransman in je ploeg en die Nederlander niet. Dan moet je uitkijken dat je niet gaat hopen dat die Fransman wint. Ja, zeker. Dat is gewoon zo. Zo is het, ja. We zijn niet zelf in de prijzen gevallen. Ja. Of ik in de prijzen ben gevallen? Ja. Al 40 jaar ben ik gelukkig getrouwd en weer hartstikke goed in de prijzen gevallen. Heb je voorbereid, hè? Ja. Oh, je wist dat die prijs zou komen, ja. In Tour de Waaienveld, de 40ste keer. Nee hoor, nee. Nee? Ik ben ooit wel eens in de prijzen gevallen, maar niet echt in de top 5 of zo. Ah. Wel 15e. Ja, je bent vaak best een hoog geëindigd, Sjaar. Ja, maar jullie hebben veel deelnemers, hè? Dus als je de 15e hebt van de 4000, dan vind ik dat toch een hele goede plek, hoor. Ja, dat is ook zo. Ja, maar hij bereidt ook serieus voor, hè? Dus ja, kijk, hij zoekt het op. Ja. En dan zeg ik altijd dat er twee van mijzelf zijn en twee van mijn vrouw. Okay. Ik ben een keer hoog geëindigd omdat ik Buena Hora had. Vond ik een leuke naam. Ik had er nooit van iemand gehoord. Ik denk, hé, leuke naam. Ja. En die werd 9 in het eindklassement. Oh, kijk, dat is een massa. En er waren misschien 10 mensen die Buena Hora hadden. En 9 mensen gingen voor de Rode Lantaarn. En ik ging daar voor het klassement. Oh, wat mooi. Nooit van gehoord verder. Nee. Ja, de 40ste editie van Tour de Marienvelde in het kerkdorp Marienvelde. Start 1984. Henry Wijkamp, bent u de man van het eerste uur van dit gebeuren? Ja, ik ben een van de eerste drie. Henny Heutink, Peter Vaal en ik zijn in 1984 begonnen met dat spelletje. Ja. In het café van Henny en Ricky, inderdaad. Ja. Hoe begon dat eigenlijk dan? U bent natuurlijk verrast dat dat zo uitgegroeid is, hè? Nou ja, we hadden gehoord dat het spelletje ergens anders werd gespeeld op het gemeentehuis in de Betuwe. Via Bert Silias uit Harreveld. En die nam het mee. We zijn dat in de kroeg begonnen en 27 afstandslingen zijn daarmee gestart. En ja, uiteindelijk werd het van jaar tot jaar werd het steeds populairder. En intussen is het een beetje uit de hand gelopen. En ja, we hadden in 1984 niet durven te vermoeden dat dat in 2023 voor de 44ste keer zou worden georganiseerd. Ja. De ontwikkeling van het spel. Vroeger kwamen mensen natuurlijk in rijen dik hier naar binnen. Hè. Eerst in Heutink en nou later misschien nog hier in dit gebouw, het cultuurgebouw. Het is een beetje verschoven naar internet, hè, online. Ja, nou goed, dat is natuurlijk de tendens in deze tijd. Maar ja. Dit begon al eigenlijk in eind jaren 90, 1998. Toen Jos voor het eerst lid werd van de tourdirectie. Of in 99 hebben we voor het eerst de interneteditie georganiseerd. En toen merkte je wel dat de interesse om naar het café te komen steeds minder werd. Maar goed,
achteraf, als we hadden gezegd van we doen het nu op internet, dan hadden we ook niet zo'n groot spel geworden. Dus dat was een keuze uit tussen twee kwaden, kun je eigenlijk wel zeggen. En we hebben gekozen voor het laatste. Dus via internet wordt alles ingeleverd. Terwijl mensen natuurlijk hier ook nog altijd kunnen komen om hun papieren formulier in te leveren. Maar dat zijn er nog 150 of zo per jaar. Nou, toch heeft dat wel, hè, de ontmoeting eigenlijk. Ja, dat is hartstikke leuk. Mensen die gewoon hier naartoe komen om een formulier in te vullen, om er even over hun ploeg te praten. Gezellig een drankje te doen en herinneringen op te halen. Sommige mensen zien hier gewoon één keer per jaar en alleen met de Tour de Mariënvelde. En dat is wel grappig. Ja, het is een soort reunie. Ja, zeker. Dat hoort er ook een beetje bij. En elk jaar zie je weer dezelfde namen, dezelfde ploegnamen terugkomen. Dus wij kijken er elk jaar weer naar uit. Ja, nou is de Tour de France 2023 start in Baskenland, Bilbao vandaag. Die etappe wordt niet meegenomen van 1 juli. Die start eigenlijk op 2 juli eigenlijk, naar Sebastian. Ja. Ja, klopt. We hebben gewoon al jaren en eigenlijk vanaf het begin al gekozen voor een start op de tweede dag. Vroeger was er altijd een proloog op de eerste dag. Hele korte tijdrit. Later zijn dat ook wat gewone etappes of heuveletappes of bergetappes of sprintetappes geworden. Maar deze eerste etappe doen we niet mee, omdat dan we de mensen nog de kans willen geven om zich vandaag voor te bereiden op de Tour, om hun ploeg in te vullen. En morgen tot 1 uur, zondagmiddag 1 uur, kunnen ze zich digitaal opgeven. En dan praten we over 2 juli. 2 juli, ja. Ja. En de Tour die gaat ook heel anders eigenlijk, heb ik de indruk. Die gaat door midden Frankrijk, eerst de Pyreneeën en dan richting de Alpen. Wordt behoorlijk wat klimmen, heb ik de indruk, in deze editie. Ja, ik moet zeggen, ik ben nog bezig met het bestuderen van het parcours. Ja. Maar wat ik ervan begrepen heb, is het zo dat er heel veel heuveletappes zijn. Veel minder sprintetappes in de eerste week. Dus het is maar even afwachten hoe die sprinters die eerste week zullen gaan overleven. Of ze het überhaupt overleven. En of ze dan nog voldoende kracht hebben om straks in die sprintetappes ook echt hun slag te kunnen gaan slaan. Dus ik denk dat er heel veel verschillende winnaars zullen zijn in deze Tour. Ja, ik denk dat je als deelnemer in deze Tour de Mariënvelde daar ook rekening mee houden. Dat je veel klimmers in je team moet hebben, denk ik. Nou ja, ik denk dat je meer klimmers nodig hebt dan in de afgelopen jaren. Dan als er veel sprintetappes zijn. Dat is een ding wat zeker is. Ja. En dan zie je die... Wat zijn de beste wielrenners? Ja. En op basis daarvan probeer ik mijn tourploeg samen te stellen. En we weten natuurlijk dat we Jacobsen hebben en Groenewegen als goede sprinters die mogelijk een etappe zouden kunnen winnen. Van der Poel is natuurlijk altijd een goede wielrenner. Maar ja, goed, moet je die in de ploeg wel of niet opnemen? Omdat hij natuurlijk ook voor Jasper Philipsen moet rijden waarschijnlijk. Maar Van der Poel gaat altijd 1 of 2 keer voor een podiumplek en voor de winst in een etappe. Dus ik denk dat het wel verstandig is om hem ook in de ploeg op te nemen. Hoe staat het met Kelderman? Nee, Kelderman is op dit moment is die een goede knecht die in de bergen waarschijnlijk heel veel vervinging gaat doen. Dus ik denk niet dat je die in de ploeg zou moeten opnemen. Denk ik. Maar goed, het is afhankelijk van ook de 23. 23 juli. Staat er nog iets op spel eigenlijk qua gasten? Ja, we hebben ook een hele ontwikkeling meegemaakt, hè? Ja, we hebben heel veel wielrenners als eindgast gehad. En dit jaar hebben we twee gasten, bijna lokale gasten, die uit de omgeving komen. Gijs Leemrijs, die hier ooit 11 jaar geleden een wielrenfiets won. En vervolgens nu in de Jumbo Visma ploeg rondrijdt. Nog niet in de Tour helaas. Maar als 23 jaar doet hij het hartstikke goed. En daarnaast komt ook Devin Haan, spits van de Graafschap. Die in Zeeland woont, komt naar Mariënvelde toe samen dan geïnterviewd te worden door Peter Falen en vervolgens de prijzen uit te reiken. We wensen u een mooie afsluiting van de 40e Tour de Mariënvelde. Dank je, gaat zeker lukken. Dan, wie gaat de Tour winnen dan? Doorwegen, ze hebben allemaal kans. Ja, ze hebben allemaal kans. Ja, dat lijkt wel, ja. Die hardste fiets is de eerste over. Ja. Hè? Maar je gaat wel kijken naar Tour de France? Ja. Ook de live uitzending in de middag, die een hele middag duurt? Nee, samenvatting? Ik denk s'avonds, hè, na schooltijd. Ja. Ja. Ik kom de naam hoor. Nee. Ik kom de naam hoor. Nee, jullie zijn